Blijkbaar is een linnenverhuurbedrijf. En dat is een bedrijf wat al 50 jaar linnen verhuurt. Daar ligt ook onze know-how, linnenverhuur. Daar ligt onze kennis en expertise. We hebben alleen gemerkt dat er een consolidatie in de markt heeft opgetreden de laatste jaren. En dat wij daar eigenlijk om onze wascapaciteit te waarborgen naar onze klanten toe, ook meer initiatieven hebben genomen om wascapaciteit naar ons toe te halen. Om daarmee ook de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. Voor mensen die nog nooit een wasserij gezien hebben, is denk ik het beeld heel aardig om te volgen. Omdat heel veel klanten, als ik er dan vraag van goh, hoe ziet dat eruit, dan hebben ze toch het idee dat er een grotere wasmachine staat dan die ze thuis hebben. Nou, dat is echt heel anders. Het proces is als volgt. De was komt binnen, wordt getransporteerd naar de vuilsorteer. Daar wordt de was uitgesorteerd per artikelgroep. En vanaf die plek wordt het in transportzakken eigenlijk naar de wasstraat gebracht. Het is dus verdeeld per artikel en zo komt het ook verdeeld per artikel in de fabriek later terug. Bedlakens en slopen en dekbed overtrekken worden gemangeld, zoals dat heet. Dus die worden gestreken, om het maar zo te zeggen. Het badgoed wordt gedroogd en vanaf daar wordt het gevouwen. En gevouwen wordt er daarna in containers weer door onze medewerkers gelegd, zodat het in die verhouding terug kan naar onze klant. Nou, een heel aardig verhaal is natuurlijk wat hier boven op het dak ligt. 1850 zonnepanelen. Dat is redelijk uniek in de wasserijwereld. Ik denk dat we daar een enorme stap hebben gemaakt ook in onze wens om te verduurzamen. En natuurlijk onze medewerkers. Hè. De wasserij wordt voor een groot gedeelte nog gerund door heel veel mensen. Er is veel automatisering, maar nog ook heel veel mensen die dag in dag uit heel hard werken om de was te verzorgen. We zien natuurlijk dat daar ook in deze tijd druk op staat, dat het moeilijk is om voldoende mensen te vinden. We doen ons uiterste best om die mensen ook iets mee te geven en ook dingen te leren. Zo wordt er bijvoorbeeld in deze wasserij ook voor medewerkers Nederlandse taal gegeven, zodat de mensen goed met elkaar kunnen communiceren. Nou, de oorsprong bij ons ligt veel meer aan het beheren van linnen, niet zozeer in het wassen van het linnen zelf, maar het beheren van linnen en alles wat daarmee te maken heeft, dat is eigenlijk denk ik het grootste gedeelte van onze expertise, omdat we dat al het langste doen. Daar hebben we heel veel tijd en energie in gestopt, ook in te bepalen welke soort linnen je inkoopt, waar je het inkoopt, waarvan het gemaakt is, maar ook hoe het verwerkbaar is in een wasserij, want alleen een stukje mooi linnen kopen is niet zo moeilijk. Maar om te zorgen dat je dat linnen koopt wat daarna ook langere tijd mooi blijft, dat is de uitdaging. Op deze manier zorgen we ervoor dat de hotelier zich volledig kan richten op de aandacht voor hun gasten.